Dag leerlingen, het is maandag 20 april en vandaag krijgen jullie les en oefeningen bij hoofdrekenen 8. Over inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies. En vandaag gaat het meer bepaald over hoe vind je de inkoopprijs, hoe vind je de verkoopprijs. Dat kan een oefening zijn in twee situaties die we apart zullen bekijken. Deze video is bedoeld om iets meer uitleg te geven en om de formules telkens te herinneren van hoe kan ik deze IP of VP gaan berekenen. In een eerste situatie maak je winst. Wat wil dat weer zeggen, winst maken? De verkoopprijs ligt hoger dan de inkoopprijs. Ik ga het voorbeeld nemen van een fruitwinkel die graag aardbeien verkoopt. Zij verkopen hun aardbeien aan 3 euro. Per kilogram, laten we zeggen. Deze aardbeien heeft de fruitwinkel niet uit het niets getoverd. Zij zijn die gaan halen bij bijvoorbeeld een aardbeienboer. En aan de boer betalen ze 1 euro. Ze hebben deze aardbeien ingekocht voor 1 euro. Ze kunnen ze verkopen in hun winkel voor 3 euro. Dus de winkel is blij. Ze maken 2 euro winst. Stel dat je oefeningen maakt. Je weet dat er winst is. En je gaat op zoek naar wat is nu eigenlijk de verkoopprijs of de inkoopprijs. Hoe vind je de verkoopprijs als er winst wordt gemaakt? Je gebruikt de formule inkoopprijs plus winst is gelijk aan verkoopprijs. We kijken het even logisch in onze situatie. We weten dat de winkel de aardbeien heeft ingekocht voor 1 euro. Ze maken op deze aardbeien 2 euro winst. Dus ze verkopen deze aardbeien voor 1 euro plus 2 euro is 3 euro. Wat als je in de oefening nog niet weet wat de inkoopprijs is? Het is de omgekeerde situatie, dus gebruiken we een omgekeerde formule. De verkoopprijs min de winst is gelijk aan de inkoopprijs. We weten dat de winkel de aardbeien verkoopt voor 3 euro. En we weten dat de winkel 2 euro gewonnen heeft, 2 euro voor zichzelf. Voor hoeveel hebben ze dus ingekocht? 3 euro min 2 euro is gelijk aan 1 euro, de inkoopprijs die ze aan de boer hebben betaald. Dat zijn de twee formules bij de winst. De andere situatie is natuurlijk dat de winkel verlies maakt. Waarom zou een winkel verlies willen maken? Dat doen ze niet graag natuurlijk, maar het kan gebeuren. Stel dat onze fruitwinkel deze aardbeien gekocht heeft voor 1 euro per kilogram, maar na een tijdje worden deze aardbeien een beetje slecht en ze zijn niet meer zo fris, maar de winkel wil toch graag nog iets verdienen aan de aardbeien, dan kan ze die verkopen voor een mooie lage prijs om klanten te lokken. Bijvoorbeeld 0,60 euro. De winkel koopt in voor 1 euro en verkoopt voor maar 60 cent, dus de winkel verliest een beetje geld, 0,40 euro. Wat als we weten dat er verlies is en we zijn op zoek naar de verkoopprijs? Dan gebruiken we de formule inkoopprijs min het verlies is de verkoopprijs. We hebben voor 1 euro aardbeien ingekocht bij de boer. Maar de winkel verdient niet alles, de winkel verliest een beetje geld, 40 cent, 1 euro min 0,40 euro, is een verkoopprijs van 0,60 euro. En wat als je in de oefening de inkoopprijs niet weet bij verlies? Dat is weer een omgekeerde situatie, je gebruikt weer een omgekeerde formule. Verkoopprijs plus het verlies is de inkoopprijs. De fruitwinkel verkoopt zijn aardbeien voor 60 cent, maar een deel van dat geld is helemaal niet voor hun. Een deel van dat geld hebben ze verloren, want ze hebben het zelf al aan de boer betaald. 0,60 euro plus 0,40 euro is 1 euro inkoopprijs. Dat zijn de vier formules voor inkoopprijs of verkoopprijs bij winst of bij verlies. Dank u wel.